Olivier de Vlaming wordt geschreven, geboekt als overwinnaar van de Ronde van Vlaanderen 1977. Een Ronde van Vlaanderen waar nog veel van over gediscussieerd wordt. Rosita de Vlaming krijgt de Ronde van Vlaanderen. Een nieuw stuk geschiedenis, Lafort. Er is echt geen geld bij te pas gekomen. Dat zweer ik op mijn hoofd. Ik ga niet op de kleine, want dat doe ik niet. Op mijn hoofd. En er is nooit over geen frank gesproken. Eddy Merckx, die zelf niet meer tot de favorieten behoort, gooit de ronde al open in Deerlijn. Roger de Vlaming heeft de achtervolging ingezet, gevolgd door wereldkampioen Freddy Maartens, die wegens defect een fiets van een toeschouwer heeft genomen. Ieder jaar was er iets wel met de Ronde van Vlaanderen. Het eerste jaar was ik ziek, tweede jaar tegenslag en derde jaar... ook iets gebeurt en op duur heb je zo minder waarheidscomplex dat je zegt, ja, er zal wel weer iets gebeuren. En op het moment dat je daaraan denkt, gebeurt er dan natuurlijk iets. Roger de Vlaming is lek gereden, maar voor hem staat niemand met een andere fiets klaar. Een tijdverlies van meer dan een minuut. Freddy Maartens is intussen bij Merckx gekomen. Ja, dan dacht ik weer, ja, het is weer al niks. Hè, want als je zo'n inspanning moet doen, anderhalf minuut goed rijden op Maartens en op Merckx, die niet van de slechtste waren in de tijd. Freddy Maartens is de beste van de drie leiders. Merckx rijdt nog mee, maar op de Varend zal hij de ronde verlaten en er nooit meer terugkeren. Toen is Freddy, ja, die reed op kop en Lomodrisjes kwam naast ons en die zei, ja, zegt hij, Maartens, je had gedeclasseerd worden, je had uit koers genomen worden. Je hebt van fiets veranderd, maar Maartens bleef altijd naar voren en heeft niks gevraagd en hij heeft niet gevraagd, neem een keer over. En, de Vlaming gaat proberen. De Vlaming gaat proberen. Nee, wat rijdt Maartens goed. Ja, op de muur was ik al bijna zo goed of hem, maar ik dief toen niet meer op kop rijden. Ja, die jongen heeft al dat werk gedaan. Ik zal hem maar laten winnen. En op een gegeven moment, op een kilometer of 10, daarmee zei ik, ja, waarom moet ik hem eigenlijk laten winnen? Ik zei, binnen 10 jaar is iedereen me vergeten. En ja, ik heb dat gat toch dicht gereden en er gebeuren zoveel dingen. Ik zeg, ik kan toch maar voorbij rijden. En ben ik hem dan voorbij gereden in de sport. Roger de Vlaming wordt geschreven, geboekt als overwinnaar. Ronde van Vlaanderen waar nog veel over gediscussieerd wordt. Ik zag hem een keer na 10 jaar en toen vroeg hij, ja, wanneer krijg ik mijn 300.000 frank? En er was helemaal geen sprake van 300.000. 10 jaar nadien heeft hij daar de eerste keer achter gevraagd. En, maar dat is echt, voor mij, er is nooit geen frank over geld gesproken. Alleen heb ik mijn woord gegeven dat ik voor hem zou rijden in Parijs, maar dat is juist. Onbestemmelijk! Johnny Turpin, grote kampioen in mijn deugniet altijd. Toen een vissersboer, een vriend van Freddy, die mij verweten heeft, ik heb nog die beelden en al. En een paar jaar nadien heeft hij mij een keer opgebeld. Hij zegt, sorry, heeft hem verontschuldigd. En hij zegt, kan ik u daarvoor iets geven? Ik zeg, moet jij mij niks niet geven, jong? In de tijd was mijn broer dan niet helemaal in orde. Ik zeg, als je iets wat geeft, geef het aan hem mee, ja. En heeft hem 20.000 frank gegeven. Formidabel, heerlijk is dat. Fantastisch, wat een moeilijk. Zo derde moet er weer de Vlaming zijn. Ja, 30 jaar geleden. Het zijn mooie beelden. Heb je ze ooit gezien, Nico? Ja, die beelden natuurlijk. Ken je die mens? Nee. Die visboer? Niemand van Nieuwpoort zeker, denk ik. Van Nieuwpoort of van Lombardseide, denk ik. Nee, ik ken hem niet. Maar hij is nog op de koers opgedoken, hoor. Okay. 12 jaar later hebben wij hem opnieuw opgesnord in de ronde van 1989. Kijk, daar staat hij. Tussen Mark Uiterhoven en Edwig van Hooydonk. En hij knikt mee. Hij is akkoord. En 89, dat is ook het jaar dat VTM zijn neus aan het venster kwam steken. Hè. En bij de VRT hebben ze daar iets op gevonden. Kijk, dat is niet tegenzet. Ze hebben de visboer dan een petje.